Welkom bij deze korte tutorial over de second opinion versus het deskundigenoordeel. Mijn naam is Marleen Rijks en ik ga u meenemen in een korte uitleg over het second opinion en het deskundigenoordeel. Eerst even de inhoud van deze tutorial. Wat is een second opinion? Wat is een deskundigenoordeel? En waarom moet ik de gegevens van een second opinion of deskundigenoordeel bewaren? Een second opinion. Sinds 1 juli 2017 heeft de werkgever de plicht om zijn werknemer een second opinion aan te bieden als deze het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts. De werkgever moet hier dus ook de kosten van dragen. Het advies kan gaan over verzuimbegeleiding, een gezondheidsonderzoek of over gezondheidskundige vraagstukken die te maken hebben met het werk. Een deskundigenoordeel. Het uitvoeren van een deskundigenoordeel mag alleen gebeuren door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV. Dit is afhankelijk van de vraagstelling die door de werknemer of werkgever wordt gesteld. Het uitvoeren van een deskundigenoordeel is vastgelegd in de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. De kosten van het deskundigenoordeel zijn voor degene die hem aanvraagt. Wordt dit gedaan door de werknemer, dan bedragen de kosten 100 euro per consult. Wordt dit gedaan door de werkgever, dan bedragen de kosten 400 euro per consult. Een deskundigenoordeel kan betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid voor eigen werk van de werknemer, het nakomen van de reïntegratieverplichtingen door de werknemer, het nakomen van de reïntegratieverplichtingen van de werkgever of het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. Waarom moeten de gegevens van een second opinion of deskundigenoordeel bewaard blijven? In beide gevallen is het een advies dat de weg naar reïntegratie kan veranderen en het behoort dan ook tot het reïntegratieverslag dat na 2 jaar naar het UWV gestuurd moet worden. Bij een WIA-keuring zullen deze mede bepalend zijn voor de beslissing van de verzekeringsarts. Dan nog even voor de leidinggevende, de Visma Verzuim Manager App, speciaal ontworpen voor leidinggevende. Met de app kun je het verzuim van je medewerker volgen via je mobiel. Die heb je altijd bij de hand en je hebt snel inzicht in het dossier. Ten slotte heb je ook nog andere taken dan zieke medewerkers begeleiden. Bekijk de demo van Visma Verzuim Manager App. Dit was een vogelvlucht, de tutorial over de second opinion en het deskundige oordeel voor leidinggevenden. Bedankt voor het kijken. Kijk op onze website voor meer informatie over Visma Verzuim. Heb je vragen? Neem contact met ons op via het onderstaande e-mailadres.